De bevrijding in kleuren, extra editie van Panorama, dames en heren. Goedenavond. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, 8 mei 1945 en dus 40 jaar geleden, is de voorbije dagen uitvoerig herdacht. Niet in het minst met een vloed van televisieprogramma's. Een van die programma's schiet er volgens ons wel enigszins uit. En we zijn erom een klein beetje trots dat we het na de BBC, want die hebben het geproduceerd, als eerste in Europa kunnen uitzenden van Normandië tot Berlijn, de bevrijding in kleur. George Stevens, een filmregisseur uit Hollywood, was door Eisenhower aangetrokken om voor het Amerikaanse leger het einde van de oorlog te verslaan. In die tijd gebeurde zoiets normaal met 35 mm film zwart-wit. Stevens nam echter op eigen houtje een kleinere camera mee en filmde daarmee, of liet het filmen, zo'n 4 uur extra materiaal in kleur. Pas 40 jaar later kwam dat materiaal boven water. Volgens deskundigen van het Amerikaanse filmarchief en van het Britse oorlogsmuseum is dit waarschijnlijk de enige documentaire in kleur over de bevrijding van Europa. De film voert ons van de kusten van Normandië naar Parijs, vandaar naar de Belgische Ardennen, de slag van de Ardennen, en naar Duitsland zelf, om tenslotte aan te komen in bevrijd Berlijn. De beelden, soms gruwelijk, zoals alle echte oorlogsbeelden, soms ontroerend en zelfs grappig, worden aangevuld met getuigenissen van mensen uit het filmteam van Stevens. Stevens zelf is immers 10 jaar geleden gestorven. Van Normandië tot Berlijn is het verslag van een onthutsende odyssee door Europa, met zoals gezegd af en toe zeer harde beelden, onder meer van het concentratiekamp van Dachau. De bevrijding in kleur, exclusief voor ons land. Dageraad, 6 juni 1944, een armada van meer dan 5000 oorlogs- en landingsschepen stevend af op de Normandische kust. Onder de duizenden geallieerde troepen die die ochtend het kanaal overstaken, was er ook een regisseur uit Hollywood, George Stevens. Stevens vaarde mee op Her Majesty's Ship, Belfast, als leider van de nieuwsploeg die het gebeuren moest filmen voor het Amerikaanse leger. Maar naast de officiële verslaggeving draaide Stevens ook deze unieke beelden voor zichzelf, in kleur. Uit Californië had Stevens een eigen voorraad, gloednieuwe 16 mm Kodachrome-film meegebracht, het resultaat opmerkelijk zuivere beelden met een hoge kleurintensiteit. Om 5:30 kwam de Duitse verdedigingslinie aan de kust binnen vuurbereik van de schipskanonnen. De aanval op bezet Europa kon beginnen. Enkele uren na het gros van het landingsleger ging Stevens zelf aan land in het dorp Bernières-sur-Mer in het midden van het strand met de codenaam Juno. Die ochtend luisterden de inwoners van Normandië naar een historische mededeling van de opperbevelhebber der geallieerden, generaal Dwight D. Eisenhower. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force.
I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. Een Britse tankeenheid die door een Duits mijnenveld is geraakt, poseert voor de camera. Steven stond aan het hoofd van de speciale filmploeg, een elite-team van zo'n 30 cameramannen en regisseurs. Ze kregen hun bevelen van het hoofdkwartier van de geallieerden en mochten zich vrij bewegen op het slagveld. Zo kon Stevens buitengewoon pakkende en levensechte beelden draaien. In deze gedeukte dozen zitten de filmrollen die Stevens gedraaid heeft het laatste jaar van de oorlog. Bijna 40 jaar lagen ze vergeten in het Hollywood Filmarchief. Het belangrijkste verslag in kleur van het einde van de oorlog. En nog niets ervan was tot nog toe in het openbaar vertoond. Generaal Eisenhower plaatste George Stevens aan het hoofd van de speciale filmploeg met de bedoeling de oorlogsverslaggeving te verbeteren. Stevens zelf stierf in 1975, maar sommige leden van zijn ploeg leven nog. Onder meer regisseur Holly Moss, cameraman Dick Kent en scriptwriter Ivan Moffat. Aan de hand van hun herinneringen en deze dozen vol schatten hebben we geprobeerd hun reis door Europa te reconstrueren. Hun verhaal eindigt in Berlijn en begint op een zomeravond in juni 1944... toen de ploeg voor het eerst zijn kamp opsloeg in Normandië. En nu, Captain Glenn Miller. Thank you, Lieutenant Don Briggs, and good evening, everybody. Been a big week for our side. Over on the beaches of Normandy, our boys have fired the opening guns of the long-awaited drive to liberate the world. Now to get to a little music, here are the boys with their rocket gun version of Flying Home. De filmploeg noemde zichzelf de Hollywood Irregulars. We had a sign, a famous sign up there, that started off as New York and Paris on it, and gradually more and more was added on until finally at the bottom it was Shirley, 4,200 miles or something like that. Now Shirley was one of the boys' girlfriends, and I believe it was Chicago, but I couldn't be sure. George Stevens was luitenant-kolonel en stond bekend als een succesvol regisseur. Voor de oorlog draaide hij Gunga Din. Na de oorlog maakte hij beroemde films zoals Shame en Giant. George is probably one of the best directors that I've ever seen or ever worked with. And George felt very strong about the war. He knew what his mission was. He knew what the war was about. And he was very dedicated to the best motion picture coverage of this tremendous event. We were all highly professional, and we'd all been in the motion picture business for some time, and we'd all made many, many motion pictures, and we felt a little more qualified than some of the Signal Corps cameramen. And we had cameramen like William Meller, who was an Academy Award winner, Joe Byrock, who is currently filming all the great shows of today. We were all experts in our field. De ploeg kampeerde nabij de stad, Carentan, halfweg tussen de twee Amerikaanse stranden, Utah en Omaha. Van daaruit werden onophoudelijk troepen en materieel aangevoerd. The overwhelming impression was of this extraordinary logistical power coming at thousands and thousands and thousands of ships and hundreds of thousands of tons of material being gun-landed 24 hours a day, pouring inland through every lane, across every road in that beachhead. And
It was a sight that you'd never dreamt of ever seeing. I mean, if there is victory, which of course we assume there would be, this is what victory is going to be made of. These were truly the sinews of war. And one almost felt illogically that such things as regimental traditions, individual gallantry, elite brigades of soldiers, all that was hardly to be reckoned with against the scales and the scales of this amazing accumulation of stuff. Vier weken na de landing werd de ploeg ontboden op het hoofdkwartier van de geallieerden in Frankrijk om beelden te maken van een hooggezelschap. Generaal Montgomery was er, opperbevelhebber van de geallieerde landstrijdkrachten, en generaal Bradley, bevelhebber van het Amerikaanse Eerste Leger. Terwijl George Stevens zich bezighield met de officiële nieuwsfilm, mochten sergeant Bill Hamilton de kleurencamera hanteren. Dit zijn de beelden die hij draaide. De man links is generaal George Patton, een kleurrijke figuur met zijn vermaard met parels bezet pistool. In feite waren de generaals ongerust over de opmars in Normandië, maar voor de buitenwereld blaakte Montgomery van vertrouwen. The pace has been hot, and it was clear that someone would have to give ground sooner or later. It was equally clear that the Allied soldiers would see the thing through to the end and would never give up. And so the Germans have been forced to give ground, which is very right and proper. And today, the Allied armies fighting in Normandy have good grounds for solid satisfaction. And so, to every Allied soldier in Normandy, I say, well done. Well done indeed. In werkelijkheid, en Montgomery wist dat maar al te goed, was de oorlog in Normandië een uitputtingsstrijd geworden. In de eerste 12 weken sneuvelden meer dan 50.000 geallieerde soldaten. Er waren 150.000 gewonden. In het Duitse kamp was de ravage zo mogelijk nog groter. De gewone Duitse soldaten verweerden zich hardnekkig. Een 250.000 van hen verloor het leven. Een Duitse bevelhebber noemde het gevecht een onmenselijk bloedbad. De geallieerden probeerden het Duitse verzet te breken met hun verpletterend overwicht in de lucht. Dag na dag werden de oude steden en dorpen van Normandië tot puin gegooid. Op 25 juli in een van de grootste raids vlogen 2500 bommenwerpers van de geallieerden over het kamp van de filmploeg. Hun opdracht: de Duitse stellingen vernietigen ten westen van het stadje Saint-Lô. Wave after wave of bombers came in, and they were dropping their bombs on one particular little place, Saint-Lô, and the concussion was just terrible. And this push went on for hours and hours, plane after plane. The skies were full of bombers coming over everywhere you looked and dropping rows of bombs just ahead of where we were to clear out that area of Germans. Saint-Lô was een pittoresk, vreedzaam marktstadje, beroemd om zijn middeleeuwse kerken, tot het bevrijd werd. Het
12 verpletterende bombardementen vernietigden het Duitse garnizoen, maar in de stad bleef niets overeind. ...800 inwoners van Saint-Lô werden gedood in één enkel bombardement. Saint-Lô is een typisch voorbeeld van de verwoesting die de Britten en de Amerikanen in heel Normandië aanrichten in hun poging om uit de Duitse houtgreep te raken. After the thing was over, after the bombing was over, we pushed forward and you'd pick Germans out of foxholes and things like that who were just absolutely devastated by what had happened. They couldn't believe that, and they were just out of their minds. I'm sure it took them a long time to get back to reality. The smell of death, I still smell once in a while at night. I wake up screaming in the middle of the night. And this is 1985, and that was 1944 that happened, and it still bears with you. It was so, the devastation was so extreme that I'll never outlive it. Eindelijk in de laatste week van juli begon het Duitse verzet af te brokkelen. Duizenden gevangenen gaven zich over en werden samengedreven in geïmproviseerde kampen. Na 2 maanden onafgebroken bombardementen was de vechtlust van de Duitsers gebroken. Voor de meeste Amerikanen was het de eerste keer dat ze zoveel Duitse soldaten bij elkaar zagen. Een onvergetelijke indruk van uitgeputte en een verslagen vijand. This curious, unmistakable smell of leather and sweat. They had a lot of leather. The Germans used a great deal of leather in their equipment. And much more than we did. And there was a smell of sort of sweaty leather and unwashed uniforms. And a peculiar smell one got used to and came to recognize wherever they had been among the prisoners of war. Kolonnes Duitse gevangenen overspoelden de Normandische wegen. Tegen eind augustus hadden meer dan 200.000 Duitsers zich overgegeven. De geallieerden drongen de Duitsers nu terug. Het Amerikaanse derde leger onder het bevel van generaal Patton stormde Bretagne binnen. De filmploeg van Stevens ging mee. Eindelijk verlieten ze hun kamp in Carentan en via Saint-Lô kwamen ze op 18 augustus aan in de havenstad Saint-Malo. Er stonden nog enkele gebouwen in brand. De stad was daags voordien bevrijd na hevige gevechten. Voor de haven op het eilandje Sézambre weigerde het Duitse garnizoen zich over te geven. De Amerikanen beschoten het vanop de kust en uit de lucht. Toch hielden de Duitsers het nog 2 weken uit. From the mountains of Montana, the bayous of Louisiana, and the moose country of Maine, there are Yanks driving tanks for the friend. And it's sure as the sun will shine, that the Yanks from the banks of the Wabash will be Yanks who will watch on the Rhine. Stevens en zijn mannen maakten gebruik van de in allerijl gebouwde pontonbrug om de Seine over te steken. Amper 50 kilometer scheiden hen nu nog van de Franse hoofdstad. Op 23 augustus stemde Eisenhower erin toe om het vrije Franse leger de eer te gunnen Parijs te bevrijden. Eenheden van de Franse 2e Panzerdivisie, aangevoerd door generaal Philippe Leclerc, trokken de buitenwijken van de hoofdstad binnen. Stevens zag zijn kans gewoon om het mooiste moment van de bevrijding te filmen.
In een veld nabij Fontainebleau benaderde hij een Franse kolonel en kreeg de toelating om hen te vergezellen bij hun intocht in de stad. The atmosphere was sort of halfway between a carnival and a bullfight. All the purpose of a war seemed to be coming true before your eyes. It was a rare moment for two soldiers to experience, you know. The streets were lined with happy, happy people. Women, children, men, all out tight in the streets. Just enough room to allow our jeeps and vehicles to drive through. And they were waving, they were kissing us. The women and the girls were jumping on board the jeeps and tanks and trucks to kiss the boys. And the ride into Paris through a gauntlet like that was just a very exciting thing to think that we were part of. Freeing the French people from this occupation by the Germans. Stevens had net zijn camera's opgesteld toen Leclerc arriveerde bij zijn hoofdkwartier met de bevelhebber van het Duitse garnizoen. Generaal Dietrich von Goltitz had, tot grote woede van Hitler trouwens, Parijs overgegeven, liever dan het te laten verwoesten in de gevechten. Buiten begon een massa samen te stromen. Von Goltitz zei later dat hij niet verwacht had het er levend van af te brengen. Toen de twee mannen buiten kwamen, riep Leclerc de camera's dichterbij om de scène op te nemen. De snelle capitulatie van de Duitsers had de stad gered. BBC Home Service. Here is the news, read by Richard Wesson. Paris has been liberated. A communique just received from General Koenig announces that it has been liberated by French forces of the interior. Maar in de verwarring had niet iedereen het nieuws gehoord. Hier en daar bleven groepjes Duitsers schieten. I think I ended up under a jeep. I don't know where Dick was, someplace else. But Stevens was standing alone out in front. And he said, he looked around, looked down at me and said, you can't make any pictures from down there, you know. This is where the action is. You didn't know whether you were going to get shot or whether you're going to get kissed. You don't know which. It was happening all about us. Om een einde te maken aan de schietpartijen werden gevangen genomen Duitse officieren de stad ingestuurd om te verkondigen dat er een wapenstilstand was. Witte vlaggen zorgden voor bescherming. Of toch een beetje. Ivan Moffat moest mee met een van hen, een nerveuze Duitse officier. We drove off with some difficulty through this enormous, angry, ferocious rejoicing crowd which was in the Place de Rennes below, and he was spat at, and we were all drenched in spit, and I had to sort of reassure him a bit that he wasn't going to be sort of lynched or something. Om 4:30 arriveerde de Gaulle, de leider van Vrij Frankrijk, om te overleggen met generaal Leclerc. De Gaulle belichaamde de waardigheid van Frankrijk. Op zijn aandringen hadden de Duitsers zich niet aan de geallieerden overgegeven, maar aan de Franse regering. Wij beleven ogenblikken, zei de Gaulle die middag, die ons eigen armzalige leven te boven gaan. It was intoxicating, and one said at the time that no matter what would happen afterwards, nothing would ever exceed the emotional experience of the 25th of August 1944, and nothing did. Unless you've lived through it, just like the invasion, unless you've lived through it or been there, you can't imagine how the Allies were greeted. And the French populace went crazy and mad, absolutely wild, and climbing on and kissing you and carrying on, giving you a drink and come on over to the house and all this business.
And he used to say, no, get off the jeep, I have work to do. There were girls, more girls and more girls. I mean, they were all over the place. And they, how can I explain it to you? Let's put it honestly, you had to beat them off. Boksten de Amerikanen met een omgedraaide Baileybrug een podium in elkaar en generaal Bradley nodigde de goal uit als eregast bij een overwinningsdefilé. Zodra de Amerikaanse 28e divisie de Champs-Élysées was afgereden, versnelden ze en reed ze de stad uit om zich weer bij het geallieerde offensief te voegen. Het had minder dan 12 weken geduurd na de landing in Normandië om Parijs te bereiken. Bij het zien van de parade werden één lid van Stevens' ploeg met een ander voor $100 dat de oorlog tegen oktober afgelopen zou zijn. The German resistance was collapsing all round, and quite aside from the exhilaration and the wonder of the Paris itself, there was this marvelous feeling that the war was in fact over. Maar die winter stortte het Duitse verzet niet in elkaar, integendeel. In de Belgische steden en later ook in Duitsland moesten de geallieerden straat na straat op de Duitsers veroveren. In de Ardennen zette Hitler zijn laatste grote offensief op. Op 16 december vielen 200.000 Duitse soldaten over een breedte van 100 kilometer de Amerikaanse stellingen aan in België en Luxemburg. Hun doel was de haven van Antwerpen te heroveren. 6 weken van zware gevechten trokken een spoor van vernieling door Zuidoost-België. De mensen wier huizen vernield waren, sloegen op de vlucht voor het geweld. Uiteindelijk konden de Amerikanen de Duitse opmars stuiten, maar ten koste van zware verliezen. Ruim 19.000 GI's sneuvelden, 47.000 werden gewond. De winterdagen waren kort en donker, het was bitter koud. De miserabele omstandigheden deden veel meer denken aan de Eerste Wereldoorlog. Een van de cameramannen van Stevens
kreeg zelfs de opdracht een film te maken over de gevaren van de loopgraafvoet, waaraan duizenden bezweken. It was mud and snow and wet and uncomfortable. It was just an army in winter is not very happy, especially at the front where they're fighting. It's just miserable trying to keep warm, trying to meet the enemy, obeying orders. And Christmas away from home, it was demoralizing in that sense. Een Amerikaans detachement probeert met mortiervuur de vijand te verjagen, zodat de infanterie kan oprukken. In de lente van 1945, na de ontbering en de ontgoocheling van de winter, trekken de geallieerden verder Duitsland binnen. Op 24 maart beginnen de Britten en de Amerikanen aan de operatie Vanzetti. 22.000 parachutisten en zweefvliegers zorgen voor bescherming vanuit de lucht, terwijl de landlegers de Rijn oversteken. Eenmaal over die grote natuurlijke grens volgden Stevens en zijn ploeg het Amerikaanse eerste leger bij zijn opmars in Duitsland. In 2,5 week drongen ze 240 kilometer landinwaarts tot ze op 11 april een van de grootste en geheimste installaties in Duitsland bereikten, Nordhausen. In de bergen rond Nordhausen ontdekten de geallieerden 60 kilometer aan doorgangen en tunnels met de grootste ondergrondse fabriek ter wereld. Dit werd in Nordhausen gemaakt, de V1 vliegende bom. Een vliegende bom kon 1 ton springstof 300 kilometer verder laten neerkomen. De assemblageketen was zo efficiënt uitgekiend dat een vliegende bom minder kostte dan een Volkswagen. Dit zijn de ultramoderne raketmotoren van de V2. Nordhausen produceerde 700 V2-bommen per maand. In een andere afdeling werden straalmotoren gebouwd. De Messerschmitt 262 was het eerste jachtvliegtuig met straalmotoren ter wereld. Maar dit Duitse genie leefde zij aan zij met de brutaliteit van de nazistaat. Hier werkten 13.000 dwangarbeiders. Tsjechen, Polen, Russen, Fransen, Belgen en Italianen. De geallieerden haalden mannen naar boven en legden ze in de zon. Sommigen hadden in geen jaren daglicht gezien.
Ken and I walked through one barracks. There was a man lying in a bed with another, two men in a bunk. And we said we were Americans, and this one man was very happy with a weak, sick face. And we interviewed some of the people there, and when we came back, that man had rolled over and died. We saw some ambulatory prisoners who had bandages on them and were slowly walking around. But there were many men there left to die. 20.000 dwangarbeiders hebben Nordhausen niet overleefd. Sommigen stierven in de fabriek, maar de meesten werden afgejakkerd tot ze neervielen en dan afgevoerd naar uitroeiingskampen. Ivan Moffat sprak met een van de gevangenen, een Belgisch ambtenaar, net voor hij stierf. I asked him what he thought of the Germans. And he said, Monsieur, you could take 1,000 German children and bring them before me, lying here, before my eyes, and you could shoot them, and I wouldn't blink an eyelid. De Duitsers boden nu nog nauwelijks verzet in het westen. Een week na de bevrijding van Nordhausen was de Duitse armeegroep B ingesloten in het Ruhrgebied. De geallieerden hadden gerekend op zo'n 150.000 krijgsgevangenen, maar op 18 april hadden ze er al 320.000 gevangen, onder wie 25 generaals en een admiraal. Dat was meer krijgsgevangenen bijeen dan de Russen er hadden in Stalingrad. It was extraordinary to see them all suddenly. They were in these fields, usually below the road, and masses and masses, some of them admirals, generals, even field marshals, privates, everybody all corralled there together, and quite a cooperative. In a way, I mean, they wanted to get on with it. They wanted to get on with what was next. It was an odd feeling that of all this enormous power, having laid down its arms and standing there before us, a very strange sensation, not a victory or anything like that, but just a feeling of this formidable machine was there, just like a whole mass of sheep in the field, and they're defenseless and unarmed, ready to do our bidding. I suppose all armies must feel that in the face of mass prisoners, but it was very heightened by the sense, of course, that the Germans were probably a more professional and better trained army, really, than we were. And there they all were, sort of before us. De meeste Duitsers waren blij dat ze bij de westerse geallieerden waren terechtgekomen. Zo waren ze tenminste ontsnapt aan de Russen. De geallieerden bereikten de Elbe op 15 april. Daar stopten ze omdat met de Russen was overeengekomen dat zij het oosten van de Elbe voor hun rekening zouden nemen. In de 9 daaropvolgende dagen rukten ze meer dan 150 kilometer op tot ook zij aan de Elbe kwamen. De twee legers ontmoetten elkaar tenslotte in het stadje Torgau. De eerste ontmoetingen tussen Amerikanen en Russen vonden plaats op 25 april rond de middag. Ondanks de taalbarrière en het verschil van cultuur was er toch duidelijk een emotionele band. Dit waren doodgewone soldaten op duizenden kilometers van thuis die hun vijand zo goed als verslagen hadden. The first Russian I saw was a rather hoary soldier, and it sounds very corny and improbable, but actually what he came up, he grinned and he opened his arms, he
embraced me, and he said, capitaliste, communiste. I mean, that sounds awfully unlikely, but I mean, that's exactly what happened. This felt like this is what we'd been working for all this way. The link up with the Russians, signifying the end of the German army. Frontline duty, or right behind the front lines than we did. They were quite tough looking, but I guess you get tough looking when you get shot at long enough. Generaal Emil Reinhardt, de Amerikaanse bevelhebber, was razend toen hij hoorde van die verbroedering. Hij had zijn mannen verboden verder te gaan dan de geallieerde linies. Maar kort na de middag bleek dat ze niet te stuiten waren, dus slikte de generaal even en schreed naar voren om deel te nemen aan de plechtigheid die de pers hoe dan ook wou organiseren. Gillard at General Bradley's headquarters. East and West have met. At 20 minutes to 5 on Wednesday afternoon, April the 25th, 1945, American troops of General Bradley's 12th Army Group made contact with Soviet elements of Marshal Konev's 1st Ukrainian Army Group near the German town of Torgau on the Elbe. This is the news for which the whole Allied world has been waiting. Nazi Germany, tottering to her final collapse, has been split clean in half. The forces of liberation have joined hands. Voor duizenden geallieerde krijgsgevangenen is dit de bevrijding. De geallieerden hebben mensen van allerlei nationaliteiten bevrijd. Afrikanen, Indiërs, Algerijnen. Sommigen zaten al 5 jaar gevangen, anderen zoals deze Britse para's nog maar enkele maanden. In 1945 repatrieerden de geallieerden meer dan 1,5 miljoen mensen uit de Duitse kampen. Toen Duitsland in april uiteenviel, liepen de wegen vol met vluchtelingen en krijgsgevangenen. Het leek alsof het hele continent onderweg was. The whole of Europe was like some enormous crossroads. Dusty crossroads, dust from all the vehicles churning up the roads. And in the green of the spring was this dust and this constant stream of all the men of Europe going home, mostly on foot, pushing perambulators and carts, Norwegians going north, Italians going south, Belgians and French going west, people going back to Russia and Poland, and everywhere people passing each other on these endless crossroads of Europe. De oorlog in Europa zou nog 1 week duren. Stevens en zijn ploeg kregen het bevel op eigen kracht verder te trekken. Van Torgau in het noorden reden ze 400 kilometer naar het zuiden, naar een plaats waar de Amerikanen iets ontdekt hadden dat ze wilden vastleggen voor het nageslacht. Het was in de buurt van de stad Dachau in Beieren. Dachau was het oudste concentratiekamp van Duitsland.
Deze beelden zijn onthutsend. 40 jaar geleden was de ploeg die ze filmde er gewoon van onder de voet. First thing at Dachau was these open boxcars on a railroad track leading into the gate of Dachau. Snow-covered bodies, 2 and 3 thick, lying on the floor. These people have been transported from another camp to Dachau, probably for the crematorium and the gas chambers. And they were so weak, some of them didn't make it. Man lying at the opening of the boxcar with his head down, his feet dangling outside, and his head over. So there were probably 20 boxcars with these bodies in it, snow-covered bodies, because it was winter. Prisoners only had their one prisoner suit, no overcoats, no blankets. Dit was een transport van Hongaarse en Poolse Joden, afgeleid naar het westen om het oprukkende Rode Leger te ontwijken. Tijdens de reis waren er meer dan 2000 gestorven van kou en honger. There were these hundreds, if not thousands, of dead bodies lying exposed or lying in striped pajamas in these open boxcars. Some of the flesh had been gnawed away, I think, sort of in desperate attempt, some people to get food or something. Some of it was raw. And that was absolutely appalling. Many prisoners there, probably 3,000-4,000 in barracks. Some healthy, some very sick, dying daily. When they died, they were taken outside the barracks, laid on the on the street with the head up against the curb, white, very thin white bodies, naked. Other prisoners probably took their clothing. Naked bodies, 5 feet high, 2 deep, about 30, 40 feet long, waiting to go to the crematorium. Dachau was geen uitroeiingskamp zoals Auschwitz, maar toch schat men dat hier in 12 jaar meer dan 30.000 mensen gestorven zijn. Toen de Amerikanen op 29 april het kamp bevrijden, vonden ze er 35.000 gevangenen, van wie velen geslagen waren, gefolterd, uitgehongerd en gebruikt voor medische experimenten. Na jaren oorlog kwamen de Amerikanen niet zo snel meer van iets onder de indruk, maar dit was toch iets wat niemand had verwacht. There's a 20-year-old young man with a sheltered life behind him. There's a terrible shock. How can one human being do this to another human being? Impossible to think of. How does one justify this mass murder? You just want to hate the Germans. You want to hate all Germans at this time. De Duitse bewakers waren doodsbang en terecht. De GI's waren zo razend op ze dat ze er 122 ter plekke neerschoten. Sommige SS'ers vermomden zich als gevangenen
maar hun gezond gezicht verraadde hen. De Amerikanen hielden appels om bewakers van tussen de gevangenen te halen. Een Amerikaans majoor die zich duidelijk met moeite kan bedwingen, luistert naar de excuses van enkele bewakers. Het was die irriterende zat op vraag. Dreef. Veertig of vijftig andere bewakers werden door de gevangenen zelf vermoord. Ze werden doodgeslagen met schoppen, stokken en geweerkolven. De gevangenen van Dachau waren met hun bevrijding nog niet aan het eind van hun miserie. Er woedde namelijk een tyfusepidemie. Het hele kamp werd bespoten met DDT. De gevangenen werden ontluist. Ondanks alles zijn er na de komst van de Amerikanen in Dachau nog 2.500 mensen gestorven. De meesten werden geveld door tyfus. Anderen omdat ze te veel ineens aten na jaren van honger. Sommigen stierven gewoon van opwinding. Op de vreugde van de gevangenen werd een domper gezet toen ze het verbod kregen het kamp te verlaten omdat men bang was voor een epidemie. Vandaar dat Dachau nog vol zat en Stevenson nog aan het filmen was toen een week later het nieuws kwam van de overwinning. Good morning from the White House in Washington. Ladies and gentlemen, the President of the United States. The Western world has been freed of the evil forces which for 5 years and longer have imprisoned the bodies and broken the lives of millions upon millions of freeborn men. The flags of freedom fly all over Europe. This is the BBC Home Service. We're interrupting programs to make the following announcement. It is understood that in accordance with arrangements between the three great powers, tomorrow, Tuesday, will be treated as Victory in Europe Day and will be regarded as a holiday. The day following, Wednesday, the 9th of May, will also be a holiday. To all our splendid allies, goes forth from all our hearts in this island and throughout the British Empire. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King! This is London. As you walk down the street, you hear singing that comes from open windows. Sometimes it's a chorus, and sometimes it's just a single voice raised in song. Afgelopen en Stevens en zijn ploeg begonnen aan het laatste deel van hun reis. Hun eindbestemming was Berlijn, maar uit nieuwsgierigheid maakten ze nog een ommetje naar Berchtesgaden. Dit was het Berghof, Adolf Hitlers buitenverblijf in de bergen. Hier onderhield hij zijn gasten
en imponeerde hen met dit adembenemend uitzicht over de Obersalzberg. Rondslingerende foto's, platen en porselein waren, werden door de ploeg zogenaamd gered als souvenirs. I captured most of Hitler's dinnerware up there and I took it back to Paris and traded it for cognac, so an awful lot of Hitler's dinnerware is around Paris somewhere. In juli kreeg de ploeg eindelijk toelating van de Russen om Berlijn binnen te gaan. Russians were very systematic about cleaning up the city. Like they'd take a block and somebody who wasn't a true Nazi, they'd made him the boss. And they'd form endless lines and they'd take these bricks or they'd pass them all out, pass them one to the other. And that's the way they cleaned up. Sommige Berlijners hadden nog wat strijdlust over, maar de meeste niet. They were absolutely beaten. I mean, they were wandering around in most of them, not all of them, most of them were wandering around in days. They were more afraid of the Russians than they were of the Allies. De Russen hadden meer dan 12 miljoen mannen en vrouwen onder de wapens aan het eind van de oorlog. De 4/5 van de nazi-oorlogsmachine had zich tegen hen gericht. Ze hadden gezegevierd en nu eisten ze hun overwinning op. Tegen de zomer van 1945 had Stalin de geallieerden duidelijk gemaakt dat de Sovjet-Unie niet meer weg te krijgen was uit Berlijn of Duitsland of Oost-Europa. Daarmee kwam er een eind aan de broze alliantie tussen Oost en West en tevens aan George Stevens' opdracht. En hier, waar de Tweede Wereldoorlog eindigt en de Koude Oorlog gaat beginnen, houden de filmbeelden van George Stevens op. De laatste sequentie werd gedraaid tussen de ruïnes van het hart van Hitlers imperium, de Rijkskanselarij in Berlijn. Hier had Adolf Hitler in de jaren 30 zijn oorlog gepland, hier ging hij uiteindelijk door de knieën. In de tuin was de put nog te zien waar zijn lijk met benzine werd overgoten en verbrand. De ploeg had haar taak volbracht en ieder ging nu zijn weg. Maar 40 jaar later leeft de sfeer van dat laatste oorlogsjaar, de hoop en de ontgoocheling, de ogenblikken van geluk en gruwel nog voort. In 14 verroeste dozen kleurenfilm en in de herinneringen van de mannen van de speciale filmploeg. Fortunate to be able to photograph it and be part of it and to live it. Today it's a great memory that I was able to be in on that. I took part in history and recorded it as well.